Weer. Weet, we hebben nog geen keuze kunnen maken ook tussen de Spanjaarden en de Watergeuzen. Nee. Betwijfelen nog. Ja, we zijn typische Nederlanders. Die dus met een andere Spaans. Ja, Josse Juan. Dus we hebben ons wel ingelezen eigenlijk. Dat we kunnen switchen als het nodig ja, is. Ja, snap is. Dat waar het meeste geld te verdienen is. Ja, tuurlijk. Ja, want we zijn echte Hollanders. Echte Hollanders. Waar geld te verdienen wordt. Dat is het belangrijkste. Ja. Lieve burgers van Den Briel. Lief Nederland. Bevolking van Nederland. Wij hebben de kracht en de moed om de vijand te verslaan. Ik ben Catharina de Medici, koningin van Frankrijk een paar jaar en beschermvrouwe van kunst en cultuur en verzoening. Daar was ik voor tussen katholieken en protestanten, want daar gaat het niet om. Het gaat om de mens en de mens. Ik hou van u, Den Briel. Dit zijn de ijzerkoekjes die normaal werden die vroeger gebruikt voor op de schepen, want voedsel dat ging gauw bederven. Dus ze maakten dit soort ijzerkoekjes om nog gewoon mee te nemen en dat bleef vrij lang houdbaar. Dus je kan het eigenlijk heel zelf, allemaal zelf maken. Dus zo simpel kan je het niet doen. Dus ijzerkoekjes gewoon opeten. We zitten hier heerlijk voor de 1 april de feest te vieren. Het weer is natuurlijk niet geweldig, maar toch maken we er iets leuks van. En gisteravond de kalknacht natuurlijk gehad. Dat kun je wel zien aan alle ramen waar van allerlei leuke spreuken op vastgelegd worden. En nu hebben we heerlijk de muziek uit de 16e eeuw erbij. En we maken ons feest. Je moet meer vader. Er was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den Briel. Tot den Briel. Er was geen held en hij hield niet van het krijgsgeweld. Maar trompetter was hij wel in hart en ziel.
Oh, we moeten zo even naar die geuzen, hè, daar zo. Liggen daar zo voor de poort. 700 man! 700 man, hè. Daar, daar. Ik heb zo'n heerlijke pompoensoep gemaakt door moeder de vrouw. Zo, cool. Edelman, nu vecht ik met een geuze mee, zodat ik Brielen bevrijden kan. Zo vecht ik tegen iedere Spanjaard die ik voor mijn voeten wint. Ja, geef, we vechten mee. Zodat het geuzenleger wint. Dus Jacob Tuit en ik zing graag een liedje voor. Ze zijn eenvoudigjes van toon, maar liggen goed in het gehoor. Soms zing ik in mijn eentje en soms ook in een koor. Homer! Jij, Homer! Oh, mooie. En als je me belonen wil, doe maar een borrel hoor.